De legislatuur van het Vlaams parlement zit er bijna op. N-VA, CD&V en OpenVLD vormden samen tussen 2014 en 2019 de meerderheid in de koepelzaal. Samen met Chris Janssens, fractieleider van Vlaams Belang, maakt Joris van der Poorten het rapport op van de leden van het Vlaams parlement, de regering en hun beleid. In aanloop naar de verkiezingen praat ik met de 6 fractieleiders van de partijen die in het Vlaams parlement vertegenwoordigd zijn. Vandaag is mijn gast Chris Janssens van het Vlaams Belang. Dag, meneer Janssens. Goedendag. Ja, u bent de voorzitter van een fractie die fel gehavend aan de afgelopen legislatuur is begonnen. Nog 6 Vlaams parlementsleden heeft Vlaams Belang overgehouden in 2014. Ver weg waren de hoogdagen voor uw partij. Met op haar toppunt een fractie van zowat 30 man. Hoe begint u daaraan, aan zo'n legislatuur? Is dat met de moed der wanhoop tegen beter weten in? Want ja, plots zit daar een ploeg van 6 man. Het was inderdaad even wennen. Hè. Onze uitredende fractieleider, Wijle Joris van Houtem, die was niet herverkozen. En dus moesten wij inderdaad op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter van dan nog een fractie in beperkte samenstelling. Dat was inderdaad even wennen. Maar ik denk aan het einde van de legislatuur te mogen zeggen dat we er toch in geslaagd zijn om hier en daar onze stempel te drukken op het beleid en op de debatten in het Vlaams parlement. Ja, en dan moet je 6 man gaan verdelen over al die commissies. Hoe maak je de keuze dan? Je moet dan cherrypicking doen. Je kan met 6 man niet alle commissies bestreken. Bovendien hadden we een aantal parlementsleden die ook nog een andere functie binnen de partij hadden. Bijvoorbeeld onze partijvoorzitter Tom van Grieken, die wel wat andere katten te gezelen had, namelijk de heropbouw van onze partij, in de plaats van allerlei commissietjes te gaan aflopen. Hij had er natuurlijk zelf voor gekozen om deel te nemen aan de verkiezingen en is dan verkozen geraakt. Hè? Ja, uiteraard. Maar ik vind ook wel dat je als voorzitter gesterkt wordt door een parlementair mandaat. Ik vind dat je jezelf ook aan de kiezer moet aanbieden en dat je mandaat als partijvoorzitter ook wel wat kracht geeft als je rechtstreeks verkozen wordt door de kiezer. Ja, maar goed, u bent dan gaan kiezen en op wat baseer je dan die keuze op dat moment? Wel, voor een stuk op wat denken wij waar de Vlaamse kiezer het meest mee bezig is. Waar denken wij ook dat de Vlaams Belang kiezer mee bezig is. Want dat vind ik nog altijd onze voornaamste rol in het parlement. Met name de stem vertolken van de mensen die ons hier hebben afgevaardigd. En de commissies die uit de bus kwamen waren? De voornaamste commissies waren dan de commissie inburgering, integratie, energie. Dat is ook een zaak die heel belangrijk is geworden in de voorbije legislatuur. Met allerlei facturen die verhoogd zijn, het debat over kernenergie en dergelijke meer. Dus daar hebben we ons op gefocust. Commissie welzijn is natuurlijk ook een hele belangrijke, met de wachtlijsten die al jarenlang aanslepen. Dus dat zijn de zaken waar we ons het meest op focussen. Kernenergie, zegt u, dat is vooral aan de overkant van de straat natuurlijk, hè? In het federaal parlement niet. Wel, de uitstap uit kernenergie wordt daar besproken, maar heeft natuurlijk gevolgen voor het energiebeleid in het algemeen, waarvoor helaas door de versnippering van bevoegdheden, zowel op federaal niveau als op de regionaal niveau, nog een aantal dingen versnipperd zijn. We kunnen dat alleen maar betreuren. Zou dat homogener mogen? Zou dat nog een staatshervorming waard zijn? Ik denk het wel, ja. Ik denk niet alleen in zaken energie, maar ook in zaken welzijn, fiscaliteit en dergelijke meer. Hadden jullie iemand in onderwijs trouwens? Want daar wil ik het straks nog over hebben. Ik heb zelf de commissie onderwijs weliswaar van op een afstand gevolgd, maar in de plenaire vergaderingen, wanneer het over onderwijs ging, heb ik die debatten gedaan. We zijn begonnen met Barbara Bonte, dat was een vertegenwoordiger uit Oost-Vlaanderen. Die zou voor ons de commissie onderwijs opvolgen, maar zij heeft na 1 jaar door gezondheidsproblemen moeten afhaken en is dan opgevolgd door Ortwin de Poortre, die dan weliswaar de keuze heeft gemaakt om de commissie welzijn in plaats van onderwijs. Maar goed, daar gaan we het straks nog over hebben, over onderwijs, want u heeft het gevolgd. Bedoeling is terug te blikken op die afgelopen legislatuur, dat doe ik met alle fractieleiders. Maar zo'n balans, die hebben jullie een poosje geleden ook zelf al eens opgemaakt. En ik lees daarin, de centrumrechtse omslag is uitgebleven. Hoezo? Ja, men is naar de kiezer getrokken 5 jaar geleden, in 2014, met krachtige verandering die men beloofde. Ja, dat was één partij. Dat was inderdaad één partij. Maar de grote vraag is, na 10 jaar SPA, samen met N-VA en die Vlaamse regering,
is er dan nu een zogenaamde centrumrechtse regering gekomen? En ik vraag me dan af, wat is die grote omslag geweest? Want er zijn allerlei facturen verhoogd. Ik denk niet dat men daarmee naar de kiezer was getrokken met meer betalen voor energie, meer betalen voor onderwijs, meer betalen voor kinderopvang, openbaar vervoer en ga zo maar verder. Wel, als dat de centrumrechtse omslag was, dat was niet waarvoor de kiezer. Maar goed, de centrumrechtse kiezer. Het is natuurlijk ook een meerderheid die heeft ingezet op economie, op begrotingsdiscipline, met in die beginjaren die structurele besparing van 2 miljard. De erfbelasting die is gedaald met de minister van Economie die recht van Bijvoca kwam. Ondertussen ook al 10 jaar geleden. Maar dat kan je toch niet anders noemen dan klassiek centrumrechts. Al die dingen die gebeurd zijn, inzetten op economie, begroting enzovoort. Ja, begrotingsdiscipline is natuurlijk een zaak waar men enigszins in gelukt is. Blijft nog altijd dat zwaard van Damocles boven het hoofd van die Vlaamse begroting hangen, met name de investeringen die gebeuren voor Oosterweel. Men houdt die buiten de begrotingsdoelstellingen, zonder dat Europa daar al zijn fiat over heeft gegeven. Omdat dat ook terugverdiend wordt natuurlijk. Hè? Wordt in feite terugverdiend, maar men moet nog altijd wel het fiat krijgen van Europa om dat buiten de begrotingsdoelstelling te mogen houden. Dus, maar goed, laten we zeggen, dat begrotingsevenwicht is er gekomen, maar de Vlaamse De burger heeft er wel een factuur voor moeten betalen. Ik heb zo net een aantal dingen opgenoemd, hè, zowel in zaken energie, openbaar vervoer, kinderopvang. Ja, heeft men de factuur gewoon doorgestuurd naar de Vlaming? Ja, maar en daar heeft men wel wat investeringen tegenover kunnen plaatsen. Ja, maar kan je deze meerderheid verantwoordelijk achten voor die erfenis van die zesde staatshervorming, waarbij wel een aantal bevoegdheden naar Vlaanderen zijn gekomen, ook naar de andere gemeenschappen en gewesten, zonder de centen? Ja. Waardoor men die natuurlijk wel moest gaan zoeken, maar daar kon deze meerderheid natuurlijk niks aan doen. Ik bedoel, dat lag daar. Maar ik denk het wel, want twee van de drie meerderheidspartijen, CD&V en VLD, in de Vlaamse regering, hebben die zesde staatshervorming op het federale niveau zelf gestemd, zelf onderhandeld. En dus is men daarvoor ook verantwoordelijk voor helaas het doorsturen van een aantal bevoegdheden waar we uiteraard voorstander van zijn, maar zonder daar de budgetten aan te koppelen. En dat maakt het natuurlijk voor een nieuwe regering moeilijk om daarmee te beginnen. Wil Vlaams Belang eigenlijk zelf een rechtse omslag? Ik bedoel dan op sociaal-economisch vlak, want verschillende waarnemers noemen jullie sociaal-economisch programma links. Toen een van Geel zijn gasten een journalistische samenvatting maakte, zag ik uw voorzitter Tom van Grieken knikken en zeggen, ja, dat klopt, die analyse, ons sociaal programma, sociaal-economisch programma, is misschien wel links te noemen. Ja, ik denk niet dat ons programma links is. Het is niet links of rechts. Het is wel sociaal. Het is nationalistisch. Het houdt inderdaad rekening met de prioriteiten van onze mensen die het moeilijk hebben. Goed, optrekken pensioen tot 1500 euro, maximum factuur voor thuiszorg, verdubbeling van het ouderschapsverlof. Ja. Mag je dat niet linkse recepten noemen? Ik denk niet dat dat links is. Ik denk dat dat zorgen is voor onze eigen mensen. En dat is de taak van Vlaamse politici die zich in Vlaanderen aan de kiezer aanbieden, moeten in eerste instantie het belang van de Vlamingen verdedigen. En vooral in onze ogen het belang van de Vlamingen die het moeilijk hebben. De 15.000 gehandicapten die op een wachtlijst staan. De meer dan 600.000 mensen die in een van de welvarendste regio's in Europa, met name Vlaanderen, nog altijd in armoede leven. Dat zijn de zaken waar wij als sociale volkspartij voor willen opkomen. Ik vind dat niet links of niet rechts. Ik vind dat sociaal rechtvaardig. Snoeien om te bloeien, zei de Vlaamse regering in het begin van deze legislatuur. We hadden het over die besparingen die zijn doorgevoerd. Structureel, 2 miljard. Het heeft er natuurlijk wel toe geleid dat er geïnvesteerd is in de tweede helft van de legislatuur. Erkent u die inspanningen? Er is toch wel degelijk geïnvesteerd in mobiliteit, in welzijn, in sociale huisvesting, in schoolgebouwen. Die centen zijn toch wel degelijk uitgegeven? Die zijn uiteraard uitgegeven. Het zijn uiteraard de belastingcenten van de Vlamingen waarmee men gewerkt heeft. Goed, dat is politiek. Hè? Ik ga als belastingbetaler mijn centen toevertrouwen aan politici en uiteraard. Zij moeten daarover besteden. Ja, uiteraard. Maar de vraag is natuurlijk, heeft men daarmee de juiste keuze gemaakt? Een aantal zaken moesten gebeuren. Hè. Investeringen in capaciteit van onderwijs, nieuwe schoolgebouwen, nieuwe infrastructuur en dergelijke meer. Investeringen in welzijn, heel belangrijk allemaal. Dus je herkent dat gebeurd is? Uiteraard zijn die centen uitgegeven en zijn dat zaken die noodzakelijk waren. Mm-hmm. Maar de vraag blijft natuurlijk, we zitten nog altijd met een historische achterstand in zaken schoolinfrastructuur. We blijven met wachtlijsten kampen, zowel in zaken zorg als in zaken sociale huisvesting. En als je dan vaststelt dat de wachtlijsten in 2019 zowel voor welzijn als voor sociale huisvesting langer zijn dan aan het begin van deze regeerperiode in 2014, wel, dan heeft men toch een aantal keuzes niet prioritair genoeg gemaakt. Welke zijn het dan?
wel het wegwerken van die wachtlijsten. We zijn begonnen met de vaststelling van er is wel degelijk geïnvesteerd. En ondanks de investeringen zijn de wachtlijsten er nog. Ja. Los van de vraag of je in 5 jaar iets wat al langer bestaat had kunnen wegwerken natuurlijk. Tuurlijk. Ik ga ook niet de Vlaamse regering met alle zonde Israëls overstapelen, maar ik vind wel dat wij in een welvarende regio het niet mogen tolereren dat 15.000 mensen met een handicap, met een heel grote zorgnood, nog altijd op een wachtlijst staan. Ik lees dan rapporten waaruit blijkt... Heeft u dat voor de wachtlijst persoonlijk assistentiebudget? Het persoonlijk assistentiebudget, inderdaad, dat voor heel veel mensen ontoereikend is of zelfs helemaal niks bedraagt. Mm-hmm. En dan denk ik, in een welvarende regio moet dat onze absolute prioriteit zijn om die weg te werken. Ik lees in die balans die jullie hebben gemaakt van de afgelopen legislatuur kritiek op de toegenomen files. Ondanks die investeringen in mobiliteit, die zijn er geweest. Een gigantisch groot budget in de miljarden. Het geld is uitgegeven en de files zijn niet verdwenen. Wat had men dan anders moeten doen? Wel, de files zijn niet verdwenen, voor een stuk ook omdat het openbaar vervoer onvoldoende een alternatief is geweest. En als je dan ziet dat deze regering enerzijds zei we gaan de files bekampen, wat helaas niet gelukt is, en anderzijds bespaard heeft op openbaar vervoer. Als je tegelijkertijd ziet dat de tevredenheidscijfers bij de lijn jaar na jaar kelderen, dat ook het aanbod jaar na jaar vermindert, wel, dan heeft men verkeerde keuzes gemaakt. Ik vind investeringen in beton ook belangrijk, maar we mogen niet vergeten dat investeringen in openbaar vervoer als het enige alternatief voor de wagen minstens even belangrijk zijn. Ik kom vanuit Genk naar Brussel. Als ik de trein wil nemen, dan ben ik een uur en drie kwart onderweg. Van deur tot deur duurt dat die reis meer dan 2 uur. Ik ben vandaag met de wagen gekomen, ik ben na de files kunnen vertrekken, doe ik er een uurtje over. Die trein is natuurlijk ook iets wat federaal moet gebeuren, maar als u zegt openbaar vervoer, dan heeft u het vooral over de lijn nemen kan varen. Nog werk op de plank ligt dan? Ja, ik denk dat er werk op de plank ligt. Men heeft heel lang gewacht tot het einde van de legislatuur om een nieuw decreet basisbereikbaarheid te stemmen. Ik hoop dat dat niet gaat leiden tot een verdere vermindering van het aanbod. Omdat men zegt, ja, we willen geen lege bussen meer laten rondrijden in Vlaanderen. En daar valt uiteraard iets voor te zeggen. Maar ik vind wel dat we in de gaten moeten houden dat ook mensen die op de minder druk bewoonde gebieden woonden, dat die ook nog van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Want wat zegt men? Ja, we gaan daar de bussen afschaffen en we gaan tegelijkertijd een kilometerheffing invoeren. Ja. Maar dan gaat men die mensen die in de perifere gebieden wonen, in Limburg of in West-Vlaanderen, 2 keer straffen. En dan zeggen wij, hou, dat kan voor ons absoluut niet. Die filedruk aanpakken zou volgens sommigen kunnen bestaan aan de invoering van het rekeningrijden. Mm-hmm. Vlaams minister Weitz heeft die piste losgelaten na een sociale mediacampagne van uw partij. Waarom is uw partij zo gekant tegen dat rekeningrijden, als het zou kunnen helpen om de files op te lossen? Overigens, als het ook zou kunnen helpen om het klimaatprobleem voor een stuk op te lossen, fijnstof, CO2 en dergelijke. Ja, omdat het volgens ons een asociale, platte belastingverhoging was. Mensen hebben die auto nodig om naar hun werk te gaan. Gaan we dan werkelijk de mensen bestraffen die voor wie het openbaar vervoer absoluut geen alternatief is. Daarnet zegt u, we moeten het openbaar vervoer verbeteren. Ja, absoluut. In plaats van mensen te gaan bestraffen met een kilometerheffing, met een extra belasting, moeten we die mensen het alternatief geven om het openbaar vervoer kunnen gebruiken. Dat wil zeggen, voldoende voorzieningen van de lijn, maar ook voldoende aansluiting op de NMBS, op het spoor. Want dat is nu eenmaal het vervoermiddel voor lange afstanden. Als men vanuit Vlaanderen, vanuit Limburg, naar Brussel, Antwerpen, naar het centrum van het land wil reizen, gaat men dat doen per spoor. Maar voor op dit moment, wegens de onderinvesteringen al jarenlang door de NMBS, door Infrabel, is het voor die mensen geen alternatief? En dan zeggen wij nee, we gaan die niet bestraffen met nog eens een extra kilometerheffing, want er bestaat al een kilometerheffing, met name de taksen en accijnzen op brandstof die men aan de pomp betaalt. Maar goed, om nog eens terug te keren naar die files. Ik hoor u eigenlijk alleen maar zeggen, het openbaar vervoer moet een alternatief bieden. Iets anders is er niet als recept. Wel, wij pleiten ook voor de verbreding van een aantal autosnelwegen. Ik ken die van mijn eigen provincie het beste, de E313 en de E314 vanuit Limburg naar Brussel en Antwerpen. Wel, die zijn aangelegd in de jaren 1960, 1970. Toen was er een wagenpark van ongeveer 400.000 auto's in België. Nu zitten we aan 6 miljoen. En we zitten nog altijd met die smalle 2-baansrijvakken. Maar... Dus wij zeggen ook, daar moet je investeren in verbreding van de autosnelwegen, zodat we
minstens op korte termijn daar kunnen werken aan. Ja, u zegt het zelf, hè, op korte termijn is al niet vaak gebleken uit onderzoek dat zoiets 2 jaar effect heeft en dan zodanig veel auto's heeft aangetrokken dat het effect weg is en we opnieuw in de file staan. Ja, alleen maar als je die periode van die 2 jaar of langer niet gebruikt om niet extra te investeren in openbaar vervoer. Want hoe gaat men in hemelsnaam mensen uit de wagen krijgen als je niet voldoende investeert in openbaar vervoer? We kunnen ook wel inzetten op wagendelen, op meer met de fiets. Maar het is voor de lange afstand is dat allemaal geen alternatief. En dus blijft mijn eeuwige dada. We moeten blijven investeren in openbaar vervoer. Nu, ik hoor u pleiten voor investeringen in openbaar vervoer. Ik hoor u ook pleiten voor nog meer investeringen in welzijn om bijvoorbeeld wachtlijsten weg te werken. Gaat u de begroting ondertussen onder controle houden en in evenwicht houden? Wel, wij zijn een van de weinige partijen, misschien ook de enige. Want dat zou betekenen dat je elders moet gaan schrappen natuurlijk. Je moet elders gaan schrappen of je moet een aantal radicale keuzes gaan maken die in het verleden niet zijn gemaakt. Ik verwijs er bijvoorbeeld naar, Geert Bourgeois heeft een studie gemaakt over de transfers die jaarlijks van Vlaanderen naar Wallonië gaan. Volgens die studie van de KU Leuven, die intussen stof ligt te verzamelen op het bureau van Geert Bourgeois, is dat 7 miljard. Dus wij vinden het in Vlaanderen blijkbaar de logica zelf dat we een deel van onze welvaart, waar Vlamingen heel hard voor werken, heel hard voor sparen, jaarlijks zomaar afstaan aan Wallonië, zonder trouwens dat één Waal het daar beter van krijgt. Dus laten we eens zeggen, eerst onze mensen is onze verkiezingsslogan, laten we die belastingcenten van de Vlamingen nu is in eerste instantie besteden aan de Vlamingen die dat nodig hebben. En ik denk dan aan sociale huisvesting, aan welzijn en dergelijke meer. Goed, los van de vraag in welke mate je daartoe zou kunnen komen, blijft ook de vraag hoe lang zou het duren om dat dan gerealiseerd te krijgen. En kunnen we zo lang wachten, want de files die blijven ondertussen natuurlijk wel groeien. Hè? Iets anders, onderwijs. Het Vlaams Belang trekt naar de verkiezingen met een luik onderwijs in zo'n programma. De afgelopen legislatuur is er heel vaak gedebatteerd, onder meer over het M-decreet, onder meer over de werklast in het onderwijs. Zijn daar de goede keuzes gemaakt, bijvoorbeeld wat het M-decreet betreft, of moet daar bijgestuurd worden? Het M-decreet moet absoluut bijgestuurd worden. Het is een nobel doel, een nobel streven om mensen die het wat moeilijker hebben, leerlingen die het wat moeilijker hebben, toch in het gewone onderwijs te huisvesten. Er moet ook belofte aan de VN om het te doen, hè? Well, ja, het is een van die VN-pacten, maar u weet, denk aan het Marrakesh-pact, dat wij koele minnaars zijn van alles wat de VN vaak produceert. Maar goed, u vindt het principe wel nobel? Het principe is nobel, maar in de praktijk en alle leerkrachten die de voorbije jaren aan de alarmbel hebben getrokken, bevestigen dat het werkt gewoon niet. Dus voor sommige mensen zal het een succesverhaal zijn om in het gewone onderwijs actief te zijn. En is het een gebrek aan middelen? Hoe zegt u? Is het een gebrek aan middelen ook? Het is een gebrek aan middelen enerzijds, maar vooral ook voor sommige mensen zal het gewone onderwijs nu eenmaal niet kunnen dienen. En we hadden een heel stevig, goed uitgebouwd buitengewoon onderwijs, waar heel veel expertise. Het is er nog altijd, maar men probeert het te omzeilen door die mensen nu allemaal, die leerlingen met een beperking, allemaal in het gewone onderwijs te stoppen. En wat zie je dan? Leerkrachten die moeten zorgen voor kinderen met een beperking, voor anderstalige kinderen, voor te grote klassen vaak. Hoe kan je in hemelsnaam nog een beetje onderwijs op maat geven, aangepast aan de noden en behoeften van elke leerling, als je dat allemaal samen duwt in één klas, alle kinderen met de nodige beperkingen of tekortkomingen? Dat is een heel nobel streven, maar zal in de praktijk helaas niet werken. En dus moeten we dat M-decreet laten uitdoven, moeten we daar van af en moeten we de expertise van ons buitengewoon onderwijs zegt u uitdoven, laten gelden. Nu zegt u uitdoven, daarnet zegt u, het is een nobel streven, maar misschien moeten we bijsturen. Ja, we moeten absoluut bijsturen. Ik dat denk is toch iets anders dan uitdoven, hè? Want dan is het gedaan. Nee, wat dan ons betreft moet dat M-decreet op de schop, omdat het als alle leerkrachten, zo goed als alle leerkrachten zeggen, het werkt niet, wel, wie zijn wij dan als politici om hun daarin te dwingen om dat toch vol te houden? Ik denk, laten we het buitengewoon onderwijs en de expertise die we daar hebben opgebouwd, laten we daar kinderen die nood hebben aan extra zorg, kinderen met een beperking, laten we die daar onderwijs op maat geven, zodat zij ook krachtiger kunnen worden, in de plaats van die te bundelen in klassen waar niemand mee gebaat is. Nog diegene met een beperking, nog diegene zonder beperking. Is geen vorm van inclusie, want op een bepaald moment in hun leven gaan ze wel deel uitmaken van die samenleving. Ja, maar doen we die kinderen plezier met hen in een klas te stoppen waar andere leerlingen het veel
gemakkelijker gaat, waar het andere leerlingen veel beter gaat en waar zij helemaal niet mee kunnen en waar zij dan zien van oei, maar waarom kunnen van mijn klasgenoten dat wel en waarom kan ik dat niet? Nee, kinderen met extra nood, kinderen met extra zorg, moet je dat ook bieden. En leerkrachten in het gewone onderwijs zijn daar ook niet voor opgeleid. Ik vind dat ook een heel belangrijk punt. Die zijn niet opgeleid om kinderen met beperkingen extra zorg te geven. Dus laten we die gewoon, die leerkrachten die daarvoor opgeleid zijn in het buitengewoon onderwijs, laten we die kinderen met een beperking volop helpen. Dat is duidelijk. Veel commentatoren noemen de mislukking van de betonstop, of toch het feit dat de vier decreten die ervoor nodig zijn niet gestemd zijn geraakt. Een mislukking van deze meerderheid. Hoe blikt u daarop terug op die passage betonstop en het feit dat het dan niet gestemd is geraakt? Ja, ik denk dat een van de vele dossiers is die helaas onafgewerkt zijn blijven liggen in het bureau van minister Schouwvliegen. De betonstop is ook een van die zaken waarvan wij zeggen, inhoudelijk zitten daar een aantal goede dingen in. Meer investeren in kern, meer verdichten, minder oppervlakte gaan bebouwen. Dat zijn allemaal zaken waar iets voor te zeggen valt. Maar ik verwijs nu... Iets voor te zeggen valt of bent u het eens met dat principe? Ik ben het eens met dat principe, maar de uitwerking ervan, zeker zoals het op dit moment op tafel lag, is voor mij onvoldoende onaanvaardbaar ook. Ik verwijs naar mijn eigen provincie Limburg. Hè. Men heeft gezegd, je moet voldoende ontsloten zijn en pas dan, dat is één van de twee voorwaarden, om te mogen ontwikkelen in bepaalde gebieden. Wel, Limburg is door de jaren heen stiefmoederlijk behandeld wat ontsluiting betreft. Zowel wat autosnelwegen als wat openbaar vervoer betreft. En dus gaan we de Limburger twee keer straffen. Want één, de provincie is voldoende ontsloten. En dus twee, mag je daar ook niet meer gaan ontwikkelen. En dat vind ik totaal onaanvaardbaar. Dus laten we eerst werken aan die ontsluiting. En dan gaan we kijken waar we eventueel iets kunnen doen. Maar in elk geval met 100% compensatie voor eigenaars van bouwgronden die plots geen bouwgronden dat meer zouden worden. Dat had het instrument in de decreet wel voorzien natuurlijk, hè, die 100% compensatie? Nou ja, goed. Dat is dus inderdaad iets waar wij achter staan. Maar het instrumentendecreet is een stille dood gestorven, omdat het blijkbaar juridisch broddelwerk was waarvan de Raad van State gezegd heeft, no passaran, dit laten we niet passeren. Maar ik hoor u zeggen, het principe, daar zijn we het mee eens, alleen het moet op een andere manier worden uitgevoerd. Ja, het principe van verdichting, van minder oppervlakte gaan bebouwen, weliswaar alleen maar met 100% volledige compensatie voor eigenaars, daar kunnen wij achter staan. Dan kan u er mee leven. Die afgelopen legislatuur is ook doorkruist door de Brexit-perikelen. Daar zijn een paar actualiteitsdebatten over gehouden. En ik kreeg de indruk, Chris Janssens, dat u daar als partij vaak alleen stond. Iedereen had lof voor de inspanningen die minister Bourgeois heeft geleverd om KMO's voor te bereiden op een eventuele Brexit. Maar ik had de indruk dat u het moeilijk vond om dat te beamen, die inspanningen. Nee, toch niet. Ik denk niet zozeer dat onze kritiek ging over Geert Bourgeois en de inspanningen die hij deed om de KMO's voor te bereiden. Dat is noodzakelijk, heeft hij wat mij betreft goed aangepakt. Waar wij het moeilijk mee hadden, is het feit dat een aantal andere partijen het blijkbaar moeilijk hadden met de mening van de Britten. We hebben altijd gezegd, die Brexit, en zeker de afwikkeling ervan, is inderdaad te betreuren. Men zit daar in absolute chaos in Groot-Brittannië. Men weet niet waar men naartoe moet gaan. Bij verkiezingen krijgen ook de partijen nu grote klappen, zowel de conservatieven als de socialisten, omdat men zegt van ja, wij achten jullie verantwoordelijk voor deze chaos in ons land. Maar de Britten hebben wel in een referendum met toch een behoorlijke meerderheid gestemd voor die Brexit. Een nipte meerderheid gestemd voor die Brexit. Maar dan moeten wij die keuze respecteren. En ik zag hier heel veel anderen minder problemen hebben met de Brexit, maar meer problemen met uitspraak van de kiezer. En daar heeft men tenminste de kans gehad in Groot-Brittannië om zich daarover uit te spreken. Maar over Europa of de Europese Unie durft men aan ons land gewoon niet aan. We weten natuurlijk niet in welke mate de Britten geïnformeerd waren toen ze gingen stemmen. In het onderzoek naar Cambridge Analytica is die Brexit ook genoemd als mogelijk beïnvloed. De vraag is, moeten we dan op basis van die vragen, van die uitslag, economische risico's nemen? Want het gaat in Vlaanderen om 28.000 jobs die op de helling staan. Mm-hmm. Wel,
het is natuurlijk niet de keuze geweest van de Vlamingen. En dus hebben wij ook heel weinig impact. En denk ik wel dat de Vlaamse regering een eventuele Brexit, want we weten nog altijd niet wanneer en of ze er komt, maar een eventuele Brexit wel goed heeft voorbereid. Maar laten we wel wezen, de keuze die de Britten heeft gemaakt, moeten wij ook als Vlamingen in alle bescheidenheid ervaren. Ja. Ik wil nog eens terugkeren naar het begin van ons gesprek. Die kleine fractie waarmee u het moest stellen de afgelopen 5 jaar in rapporten over het Vlaams parlement, die het Nieuwsblad heeft gemaakt, kreeg uw partijgenoot Stefan Sint-Aubin een bijzonder goede score, 4 op 5. Hij wordt een waardevol parlementslid genoemd die op zijn dossiers werkt. Terechte lof voor Stefan Sint-Aubin? Ik denk dat wel, ja. Hij was aan zijn derde legislatuur bezig en hij heeft in mijn ogen de 2 vorige legislaturen te veel in de schaduw geopereerd van die grote fractie die we destijds waren. En toen wij in onze beperkte samenstelling aan deze nieuwe legislatuur begonnen, heb ik tegen hem gezegd, Stefan, nu wordt het moment, je hebt de ervaring, je hebt de expertise in het parlement om hier ook te gaan excelleren. En dan heeft hij dat gedaan in dossiers die niet meteen tot onze core business behoren. Laten we het maar zeggen, als het gaat over landbouw, over energie en dergelijke meer. Hij heeft zich daar zeer goed in beslagen en ik ben tevreden met zijn medewerking. U heeft ook lof gekregen voor uw parlementair werk in de krant. Maar de andere 4, onder wie uw partijvoorzitter, ja, die halen geen voldoende. Nou, ik vond de beoordeling van onze partijvoorzitter nogal streng. Hij heeft trouwens wel een heel goede beoordeling gekregen wanneer het gaat over zijn mandaat als partijvoorzitter. Als voorzitter. En dat heeft uiteraard ook zijn impact op zijn werk. De vraag was natuurlijk, op een fractie van 6 mensen zijn er 2 die een voldoende krijgen, de rest is gebuist. Ja, goed. En wat Tom van Grieken betreft vind ik dat absoluut niet correct. Hij heeft ook een 7 op 10 gekregen als partijvoorzitter. Ja, dat is nog altijd de helft van de fractie die dan scoren. Een buis krijgt. Wat de anderen betreft, die krijgen een evaluatie van 5 jaar in 1 zin. En daar worden een aantal aspecten niet mee in rekening gehouden. Bijvoorbeeld Ortwin de Poortre is ook nationaal secretaris en is in die hoedanigheid naar de lokale verkiezingen van 2018 toe verantwoordelijk geweest voor al die afdelingen, voor al die lijsten die wij hebben ingediend. Is ook verantwoordelijk voor alle evenementen die wij organiseren. Dat is een helse stil. Dat zal wel zijn, en hij doet dat maar perfect. Hij is wel verkozen om hier te zetelen. Krijgt daar ook een loon voor? Ja, uiteraard. En de kiezer zal daarover moeten beoordelen of het werk in het parlement het enige is dat ook beoordeeld moet worden of dat ook uw inzet voor een partij en voor de uitbouw van een partij mee in rekening mag gehouden worden. Wat mij betreft is dat tweede zeker het geval. De kiezer zal moeten oordelen. Absoluut. Zo gaat dat met verkiezing. Bedankt voor dit gesprek, Chris Janssens van het Vlaams Belang. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.